Wie stond hier in de werkvloer van Niestijl? Mijn naam is Albert Kammerga. Ik ben de trotse werkvloerchef nou hier in Siddeburen. Vandaag is open dag. Achter mij mooie schaduw aan de muur. Waarop staat 100 jaar Niestijl. Een bult gebeurt natuurlijk de jaren. Maar ja, wie wil verroet en met de tijd. Dat gebeurt ook. Ja, waarom open dag? De ben gewoon die kom niet meer trekken, maar die White Night, wat we nog meer hebben, hè? We doen in spuiten, in onderhoud en reparatie ook van kuilversnijders, hoorbouw, van alles en nog wat. En we hebben toen in het park hoofdaling, ja, de grasmaaiers, stiga, verres, andere maken ook wel, maar ook wel mini-kroontjes, shovels. Eigenlijk ben we al bruid en willen we voor de klant alles regelen. En partnerwezen voor de loonwaker en voor de boer. Vandaag is de kans om kennis te maken met ons, met ons werk. Wie ben trots op de werkplaats en laat me geen zijn. Er gebeurt een halve bult bij Niestijl op dit moment. Wie ben aan het veranderen, nieuwe jongens erbij. Natuurlijk ook de ervaring erbij. Nieuwe motortechnieken, wie hebben drie leerlingmonteurs. Ik suggereer nog een keer weer hier zo. Ik help je geen. En die jongens staan achter ons en die benden voor jou. Goedemiddag, welkom bij de show van Niestijl. Mechanisatie, wij zijn koelingteam met Valtmet uit Vaassen. En we staan hier demo met onze Valtra T174 Limited Superstock. Dat is een trekker die loopt op alcohol in plaats van op diesel. Dus de rookontwikkeling is een stukje minder. De motor die wij gebruiken is een van de grootste motoren van Valtra, de 8,4 liter. Die hebben wij omgebouwd met een kleinere krukas erin. Andere bussen, andere zuigers, andere drijfstangen. De koppen zijn origineel. De opbouw van de koppen, het kleppenstel, het kleppenterrein, de tuimelaars en dat soort dingen, die hebben we allemaal aangepast. Het belangrijkste is eigenlijk is dat die compleet omgebouwd is van diesel naar alcohol. Dat is eigenlijk de grootste aanpassing. Voor de rest is het enige wat eigenlijk origineel is de motor en de koppen. Het frame is allemaal zelf gebouwd. Het kapwerk is ook origineel van Valtra. We hebben onze eigen naam erop gezet, de Destiny. We gaan zo nog een kleine demo geven, dan is het geluid is nog leuk te horen. Dat was eigenlijk een beetje een korte introductie van de trekker. Ik ben Reindert en ik ben bij Niestijl repareer ik veel persen. En ik wou even laten zien hoe ik de knopers langzaam kan bedienen. De knopers in werking. Dus dan laat ik de pers even draaien. En dan kun je mooi langzaam zien hoe het werkt.
of als er iets aan de hand is. Ja. En dat kan ik ook gebruiken op meerdere plekken op de pers, bij de perswagen of bij de invoer of de voorkamer. Goedenavond, ik ben Johan Bollas. Welkom bij onze Niestel Techniekdag. Op deze druilige, regenachtige dag, maar voor ons een zeer succesvolle dag. Deze Techniekdag hebben wij in het leven geroepen om ons bedrijf te laten zien. Wie wij zijn, wat we doen en waar onze mensen voor staan qua techniek, beleving en producten en kennis. Dus als u wilt, kom langs bij Niestel Mechanisatie.